In de Eredivisie stond afgelopen weekend de enige Brabantse derby op het programma. Willem II tegen PSV. En dat duel eindigde in een gelijkspel 2-2. Daar praten we over verder met sportcollega Joost van Erf. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, weer punten laten liggen dus. Ja, het begint een repeterende breuk te worden voor PSV. Vorig seizoen werd er in 5 wedstrijden van de 34 werd er niet gewonnen door PSV. Dus al die 29 werden gewoon gewonnen. Nu zijn we 13 wedstrijden onderweg en heeft PSV ook alweer 5 keer niet gewonnen. Dus ja, je kan wel zeggen dat het een stuk minder gaat dan een jaar geleden. En dat beseft ook middenvelder Davy Prupper zich. Ja, het gebeurt iets te vaak. En, er is eigenlijk altijd wel weer iets anders aan de hand. Maar ja, uiteindelijk sta je hier wel met een... Ja, klote gevoel, ja. Goed, die laten geen gras over groeien. Maar wat is het nou toch met PSV? Ik denk dat het gewoon een kwestie van instelling is. Want als je tegen Manchester United kan opbrengen, tegen Wolfsburg, tegen Feyenoord, tegen Ajax, echt in de toppers. Ja, waarom dan niet tegen, met alle respect, Willem II, een kleintje in de Eredivisie. Dan wil het blijkbaar niet lukken. Kan het niet, ja, op halve kracht kan het blijkbaar niet voor PSV. Ja, en als het zo doorgaat, dan wordt het wel heel lastig om weer kampioen te worden. Maar goed, Willem II die kon die punten wel gebruiken. Nou, dat puntje dan, die varen er wel bij dus. Ja, eerste helft was van Willem II afgelopen zaterdag belabberd. Dat PSV maar met 1-0 voorkwam. Was eigenlijk een wonder. Maar nou dus ineens een hele andere wedstrijd. Willem II kwam met 2-1 voor. Maar vlak voor tijd maakte de jongen alsnog 2-2. Ontsnapte PSV aan een nederlaag. Pakte Willem II een puntje. En ja, had Jurgen Seppel eigenlijk het idee, de trainer van Willem II, dat er zelfs nog wel meer in had gezeten. Nou, daarom is het zo dood en doodzonde dat er geen 3 zijn. Want dan krijg je echt een heerlijk gevoel. En dat is er nu ook. Maar dat had nog veel beter kunnen zijn om een geweldig eindsprint te maken. Ja, want zaterdag staat er een heel belangrijke wedstrijd op het programma voor Willem II. Ja. Cruciaal potje. Het is in Enschede tegen FC Twente. Twente heeft 1 punt meer dan Willem II. Willem II staat nu 16 en Twente 15. Willem II wil naar plek 15. Want voor je 15 hoef je niet in de na-competitie in. Willem II mag niet verliezen in Enschede. Dat is eigenlijk de inzet van komende zaterdag. Nou, dat was het voetbal. Dan nog even over darts. Want die Brabantse Michael van Gerwen die is niet te stoppen. Die gaat ontzettend goed. Vast voor in de agenda. Eind december, begin januari is het WK darts. Vorig jaar lukte het Van Gerwen niet om zijn wereldtitel te behouden. Hij is nu 1 keer wereldkampioen. Wil graag 2 keer wereldkampioen worden. Met zijn vorm is het goed. Hij won gisteravond een mooi toernooi. De World Series of Darts. Een prestigieus darts toernooi. Hij won in de finale van Peter Wright. Dus met Van Gerwen zit het qua vorm wel goed. Ja, qua bankrekening ook heb ik begrepen. Ja, dankjewel.